Wat ik begrepen heb, is dat er een zeeheldenzaal is waar alleen maar zeehelden staan. Vlak achter de nachtwacht. Dus je loopt vanaf de nachtwacht zo recht de erezaal in. Nou ja, mooier kan dat natuurlijk niet. Mooi, hè? Ja. Ja, dit was hem. De grootste man van de Gouden Eeuw. Dat is helemaal geweldig. Als je bedenkt dat dat de zoon van een bierdrager is die eigenlijk uit het niets komt en dan strategisch geniaal zijn, want dat was hij simpelweg, dan is dat gewoon een heel mooi verhaal. Dit is Chatham. En dan zijn ze dus die hele rivier opgekomen, door die ketting heen gevaren. Dat is gewoon... Ik ben daar in 2006 geweest. Ik heb daar gestaan met eb en met vloed. Daar kun je met je lasertje nog niet normaal zeilen. Hoe ze dat gefixt hebben is onwijs. Hij heeft hier de orde van Saint-Michel om. Dat kreeg hij dus van Lodewijk XIV, een van zijn grootste tegenstanders. Die kennelijk zo onder de indruk was van de wijze waarop hij weerstand bood tegen wat Lodewijk wilde. Dat hij daar gewoon een orde van Saint-Michel voor kreeg. Ligt overigens bij hem in de kist. Dat is het enige wat hij meegenomen heeft in de kist. Dat heeft hij expliciet gezegd. Nee, zonder de ruiter had Nederland er niet meer geweest als soevereine staat. Neem het rampjaar. Als hij daar verloren had, op zee, maar ook in de waterlinie, dan was Nederland of Frans, of Duits, of Engels geweest. Het feit dat mijn familie, mijn voorzaat, daarmee een hele belangrijke rol gespeeld heeft, dat geeft wel een lekker gevoel. Dat is wel trots, ja.